Goedenavond, dames en heren. In Amsterdam hebben vanavond enkele honderden demonstranten betoogd voor een vrije ether waarin illegale piraten op radio en televisie kunnen uitzenden. Op het Museumplein begon de tocht door Amsterdam van de radio- en televisiepiraten en hun aanhangers. Op spandoeken stonden hun eisen en ook werden leuzen geroepen voor een vrije ether. De Amsterdamse piraten vinden het onrechtvaardig dat wel hun collega-piraten door de radiocontroledienst uit de lucht worden gehaald en niet radiozenders als die van de Krakers, de Vrije Keizer. Bij het hoofdbureau van politie werden handtekeningen en een petitie overhandigd waarin de politie gevraagd wordt niet langer mee te werken met de controledienst en de PTT. De demonstrerende etherpiraten waarschuwden de politie dat er hardere acties komen als er weer piraten uit de lucht zullen worden gehaald. Er zijn ook piraten. Tot slot nog de weersverwachting, geldig tot morgenavond. Toenemende bewolking en overdag enige tijd regen. Minimumtemperatuur ongeveer 9 graden. Middagtemperatuur omstreeks 19 graden. Vannacht weinig wind, morgen tot vrij krachtig toenemende zuidwestelijke wind. Dan de weersvooruitzichten voor maandag tot en met donderdag. Aanhoudend wisselvallig, met vooral later af en toe regen en een middagtemperatuur van ongeveer 21 graden. Einde van dit journaal. Goedenacht.